your sweet loot inside. Curse of Noxramas, a Hearthstone adventure. En alle mensen van Dutch Game Nation, welkom bij Hearthstone. Zoals je ziet, heb ik al aardig wat dingen gedaan. En ik heb even doorgespoeld tot het punt dat je in principe geen kaart meer over hebt. Want wat nou de bedoeling is hiervan, is dat je eigenlijk alleen maar taunts moet gebruiken. De boel moet blijven, hoe moet je dat zeggen? Moet blijven tegenhouden, zeg maar, totdat je eigenlijk op een punt aankomt. Dat je in principe gewoon alles zelf kan doen. Nou heb ik een probleem, zie ik. Of niet? Nee, dit lukt zo nog wel, denk ik. Die even to the face. Zit me nou net te bedenken dat het ook niet echt de slimste set was, want als ik die had gekilled, dan was die op 1 en die bijna dood en... Want nou is die weg. Ja. Want daar heb ik die. Die heeft hij natuurlijk nu corruption voor gebruikt. En ik denk dat het nog even goed best verkeerd kan aflopen. Ik denk het wel. Oké, hoeveel towns hebben we nog? Hoeveel towns hebben we nog? Oh, we hebben er nog best veel, zie ik. Dat is mooi. Want. Zo. Het is eigenlijk alleen maar tegenhouden, tegenhouden en tegenhouden. Kijk, en nou is je fatigue. What we do. Dus dat houdt in dat hij zijn minions kwijt is. Steeds, elke beurt. Ja. Dus wat ik ga doen... Oh, dat stil. Dat is mooi. Is er dat zielen trouwens? Er valt niks met de tatstielen natuurlijk. Slim. Is die tatstiel? Die erop. En die doe ik dan op hem. Waarom? Hij krijgt geen kaart meer. En hij kiest elke keer nog een kaart. En die doet hij dan op mij. Nou, dan krijgt hij een kaart terug. Hij krijgt dan een kaart terug. Nou, ik heb hier dus geen minions meer. Dus in principe heeft dit al geen zin meer. Maar goed, maakt niet uit. En 4. Nou, dan krijg ik dus 3 damage terug. Natuurlijk vanwege die minions. Bam. En bam. Deathlord, komt u maar, hier op mij, en yes! Het heeft me even geduurd, maar ik heb hem uiteindelijk, ik heb hem even doorgespoeld tot het moment dat hij dus een beetje, tot het een beetje gedraaid is. Dus het is de bedoeling dat je towns kiest, lage towns, ook wel redelijk hoge towns, maar in ieder geval towns, en dan heb je Sunfury Protector en dat soort dingen. Die moet je er gewoon allemaal bij zetten, inzetten. Alleen maar blijven taunten. De Sunfury en de Defender eigenlijk op die souls zetten, zeg maar. Die jij dus krijgt van hem. Zodat dus in principe hij gedwongen wordt om eigenlijk zijn souls te kunnen killen. En zodoende heb je heel weinig damage opgebouwd. En ja, zo kun je hem elke keer tegenhouden en fatigue laten spelen. Dat is eigenlijk het hele... Het hele systeem van dit hele ding, zeg maar. Maar goed, dat was het dus. Het was misschien een beetje een korte video, weet je. Ik ben al de hele tijd bezig geweest om of het lukt en of het gaat. En het systemen bedenken. En dit is echt al poging 8 of zo die ik nu al gedaan heb. Buiten opnames om. En weet je, je moet een beetje een systeem bedenken wat lukt en wat niet lukt. Maar dit werkte dus. Nou, sorry. Jullie hier rechts zien, misschien of niet meer. Misschien laat ik hem wel even staan de hele aflevering lang. Zien jullie dus wat voor kaart ik gebruikt heb en welke combinaties. En ik hoop dat als jullie ook dit aan het spelen zijn en zoiets hebben van nou, misschien werkt het niet. Probeer het uit.
Het werkte voor mij. Ik heb ook bepaalde decks geprobeerd van echte professionals. Dat lukt ook niet. Dus weet je, het hangt natuurlijk een beetje vanaf wat voor kaarten je hebt. Het hangt er ook een beetje vanaf welke kaart je in het begin krijgt. Dat is eigenlijk eigenlijk het voornamelijkste. Dus bedankt voor het kijken. Als jullie dit spelen, veel succes. Want dit is echt een pittige wing. En laat me weten als jullie dit gedaan hebben. Hoe jullie het gedaan hebben. Misschien met een linkje naar jullie deck toe. Wie weet. Verras me. Laat me zien hoe jullie het gedaan hebben. Ik ben benieuwd. En ik hoop dat wij dus de volgende keer de laatste kunnen doen. Ik hoop het echt. Want ik ben er klaar mee. Ik wil gewoon wachten tot volgende week. En ja. Goed, ik wil gewoon wachten. Ik spreek jullie volgende keer wel weer. En bedankt voor het kijken. Mazzel.